Ik ben Wiebe Koorstra. Ik woon in Burgen. Ik ben hier in de omgeving opgegroeid. Ja, we staan hier met het Loftheater in Burgen. En als je hoe Friese cultuur hebt, de Friese cultuur ook op Lotland. En toen ik hier eens 15 was, wie ik verderop in het jongerencentrum in Keyhole, wie ik ontoefenen met mijn toenmalige bandje, wat punk, metal, zeg maar. Tot mijn broer de hinnen bellen van Domas komen, wij hebben een uitvaller hier bij die lofspul. En ja, zo ben ik hier eigenlijk binnen te rennen als 15-jarige eigenlijk helemaal geen doel wat die lofspul wie, maar dat wie achteraf gewoon wel mijn eerste kennismaking met een stuk Friese cultuur en Friese identiteit. Parallel daarom, het werk krijgt nog refereren, het jongerencentrum Kiegel, wat je hier erop zit, daar vanuit organiseren we ook Waterrock. Waterrock die in die periode een groot opkomend festival van onder de beide 15 tours muziekers elk jaar. Ja, we hebben vanuit het jongerencentrum ook in mei werken en daar heb ik anders dan vaak achter de bar in Tins Waterrock zelf. En, nou ja, zo koos je als het graag metersmeidje was, koos je binnen zijn organisatie koos daarin groeien, zeg maar, en die daar opwerkje. Dus die beide factoren, he, dus de kast, het onrekken, daarin onrekken kan. En Waterrock, ja, die ben wel bepaald voor mij geweest van mijn vierde carrière in de cultuur- en evenementensector. Kijk, andere technici die test is, maar in het begin ontvak roept haar. Die ben nu nog actief voor een Bluff, voor een Chef Special, voor een Anouk. En dat ben vaak de skill eromheen. En die her inderdaad, aan de ene kant hebben ze datzelfde virus voor de Friese cultuur sinds met mij kregen als wat ik had. In combinatie met ja, wat we als Noorderling vaak wil hebben, dat we soms bijvoorbeeld meer metersmeidje kennen en meer metersmeidje willen. En daar toch vaak ik wel geliefd ben bij in de sector in zijn algemeen. Als groepje jonge hoen een act als wereldformaat, zoals Iron Maiden mijn Burgum Helikest is, maar en als door de zinnen die ik in de dat dromen meesten shocks is, maar ik denk, oh shit, de meesten komen alle jaar op huis feestjes. Zeg maar, ja, dus dat is best wel dingen, best heel grutskoop beest. Thank you.